Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zie je aan de titel dat we een car review gaan doen. Yes! Het is eindelijk zover. Gaat mijn auto! In ieder geval, we gaan een car review doen. Ik heb er zin in, jongens. Ik ook. Ik heb er ook zin in. Ja, zeker. OV-tijd is eindelijk voorbij. We gaan onze car review doen. Ik heb laatst mijn rijbewijs gehaald. Ik heb nu al een auto mogen halen. Thank God. En dat heb ik samen gedaan met mijn broeder. Ik heb al lang mijn rijbewijs, maar ik heb hem nu pas gehaald. Hij heeft gewacht op mij, hij heeft echt letterlijk op mij gewacht. Ja. Hij zei, ik ga geen waggie halen, broer. We zouden samen een waggie halen, die jullie zo gaan zien. En ik zei tegen hem, ja, ik ga halen. Op een gegeven moment had ik mijn rijbewijs, zei ik, oké, nu gaan we het echt doen. En toen, bam, gelijk gedaan. En ik zeg eerlijk, ik heb er zin in. We gaan het doen bij Garage TCS. Bam. En dat is eigenlijk hier om de hoek. Dat is mijn auto waggie, mensen. We waren even afgeleid. Nee, dat zat te laat, bro. Oh shit. In ieder geval, we waren echt afgeleid. Kijk, dit was mijn oude waggie. Ik ging overal met fietsen. Ik heb ook geen scooterrijbewijs gehad. En nu eindelijk autorijbewijs. Maar je weet wel scooter. Hey, hij ligt, man. In ieder geval, jongens, ik zie Garage TCS. Zie onze auto's gaan staan? Ja, ik zie onze auto's ook gaan staan. Jongens, ik zeg je eerlijk. We hebben, als ik het zelf, wel mooie auto's. Ja. Het zijn wel pareltjes. We kunnen niet klagen, weet je. Ja, we hebben ons best gedaan. Heel erg zelfs. Ja. Shout-out naar SQSQ. Die heeft gelijk goed uitbetaald, we hebben gelijk auto gekocht. Ja, ja, dat is het helemaal niet. Ga je auto vast laten zien? Nou. Ik mijn... Doe maar. Ja. Wow. En die van Shop is Audi. Bah! Terwijl onze auto staat al binnen. Het staat binnen, man. Ik dacht dat ik deze machines kan betalen. Jij dacht. We gaan naar binnen, jongens. Hé, hey, je weet wat ze zeggen over eerste auto. Als je eerste auto koopt, laat het gewoon een standaard auto zijn. Je weet toch, ga niet overdrijven, want je weet toch, je moet de rijervaring opbouwen. Je gaat er veel krassen. Dus heb ook niet veel verwachtingen en zo. Hè? Yes, toch? Yes. Als we nu die doek omhoog halen en je ziet gewoon een Renault staan. Hey, even rustig. Ga niet in de comments zeggen, ja, waarom had hij Renault? Toen ik net mijn rijbewijs had, had ik een tijdje geen auto. Maar een beetje aan de Redeemer, man. Die man was op vakantie voor werk en hij kreeg zijn auto. En welke auto was het? Chips. 4K. Opel, dat was een Opel. Ik weet niet welke die Opel. Die leek op 4K. Maar in ieder geval, hij had een Opel. Hij had AUX. Nee, Bluetooth. Hij had Bluetooth, hè, bro. Hij had Bluetooth. Hij had Bluetooth, 5 deurs. Ik was kapot tevreden. Ja, ik ging over. Race op weg, man. Ik zag jou. Ja, ja. Ik gebruik Flitsmeister. Maar ik ga het niet te spannend houden. Let's go. Wacht. Nee, hoor. Oké, nu is het. Hé, wie is dat? Hey, wacht. Nee, oké. Maar wacht. Voordat ik de auto's laat zien. Ik wil wel zeggen tegen jullie. We houden van jullie. Thanks voor jullie support. En ik maak deze video om te zeggen dat jij het ook kan. Geloof me. You can do this too. Niet alleen wij, jij kan het ook. Droom groot. En je komt er wel. Bah. Ik struikel alles bij. Even passief. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn we nu in de garage. Kikkerboe. En hier staan meer auto's. Je hebt een G-Wagon, een Porsche, je hebt een Mary. Misschien zie je die van ons al staan, misschien ook niet. Ik wil dat jullie nu gaan raden welke auto denk jij dat wij hebben gehaald? In de comments. En niet vergeten dat ik Peugeot zei net. Hè. Dus ga niet ineens zeggen. Nee, Renault. Renault. Dus ga niet ineens zeggen. Hoor die man. Renault. Ik heb ons al verraad. In ieder geval, ga niet in de comments ineens zeggen Lamborghini Urus en die dingen. Dat maar is wel eerlijk spelen. Ga niet doorspoelen. Ga het nu doen. Ah, ik geef je nu de tijd. 3, 2, 1. Als je en wat gelukkig is, nou, type man, bro. En wat is deze vrijdag ook uitgekomen? Deze vrijdag zijn 2 tunes van ons uitgekomen. Niet 1, maar 2. En drank is systeem. Dus, gaat ook gelijk streamen hierna. Bah. En abonneer. Let's go. Je ziet ze al staan, hè? Of niet? Zien ze op beeld? Nee, ze mogen niet zien. Kom. In die jacke. Hey. Damn! Look at the car! Look at the whip! Look at the... Dat is mijn twin. Hey, doe die geluid even voor ze. Hi. 3, 2, we nemen jullie even mee naar Formule 1 wagenshow. De eerste komt altijd. Max Verstappen, nummer 1! Lewis Hampton! Lewis Hampton! John Lapley! Kleine John! Hey, als jij dit kan, stuur me een filmpje op Snapchat of op Instagram, dan volg ik je terug. Maar gaan we tegelijk de doeken eraf halen? Wil je dat? 1 voor 1. Want ik vind het spannend, hè? Best spannend, weet je. Ja. Dames en heren, moment is aangebroken. Het is eindelijk zover, we gaan de car review echt revealen. En ik ga even zo'n bot geven, want ik ben trots op ons beiden. Wederzijds. Yes. Yes. We willen jullie alvast bedanken. Dank jullie allemaal. Shout-out naar mama. Shout-out naar mama. Shout-out naar mijn homies. Shout-out naar mijn homies. Shout-out naar mijn collega's. Ik heb geen collega's. Thank God. Thank God. Jij kan het ook. Jij ook.
Is het niet tijd? Het is tijd. In 3, 2. In 3, 2. 10, 9, 20, 7. 1. Ding, ding, ding. Watch right off the line, so bro, he can't too. He just wanna mask up because it rained do. He just wanna rob some niggas because it rained do. He always getting in this shit because that rent do. Don't think you winning by yourself, we go through shit too. If I come up on a plate, then I'ma put you on my knee. You don't gotta ask for shit, you know the deal, my nigga. When I make it out this shit, I'm taking all my niggas. Ik heb de Mercedes CLA gekocht, jongens. Ik ben super blij met mijn auto. Good job, my new. Dit was mijn droomauto, jongens. En ik ben blij dat ik hem heb kunnen kopen, man. In best wel een korte tijd. Ik heb een Mercedes A-klasse limousine gekocht. En ja, man. Ik ben ook zeer tevreden en dankbaar dat ik mijn auto heb kunnen halen. Ja, zeker. Jongens, past die bij me of niet? Nee, grapje. Een jaar geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik hier zou staan met deze auto. Samen met deze. Ik wil de mensen thuis even bemoedigen en uitleggen dat alles mogelijk is. Je moet gewoon hard voor werken en je dromen volgen. Laat niemand zeggen het kan niet, want ik zei al, als ik mijn rijbewijs heb, ga ik gelijk mijn droomauto kopen. En je eerst even twijfelen, hè? Ja, ik wou wel eerst een andere auto halen. Maar je hebt het laten lukken. Ja, godzij. Dank. Jazeker, jongens. En geloof me, wat je ook meemaakt, jongens. Ik heb ook in moeilijke situaties gezeten. Zelfs vorig jaar. En ik had niet gedacht dat ik dit zou kunnen. Maar God heeft een plan, jongens. En geloof me, volg gewoon je dromen. En het komt allemaal goed. Want niet alleen omdat we bekend zijn. Je kan ook gewoon hard werken. En er zijn heel veel manieren. Alles op zijn tijd. Een wijze man zei tegen mij altijd. Alles op zijn tijd. En als jij het wilt, dan wil jij het. Dan ga je ervoor. Stream claimen, een drankensysteem. Die is de laatste uitgekomen. Push hem even gewoon. Ik zeg je eerlijk, jongens. Ik vind het raar om te beseffen dat deze auto van mij is nog, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb echt veel met de bus. Conducteurs hebben mij wakker gemaakt van, joh, je moet opstaan en zo. En nu zit ik in deze auto, mijn droomauto, jongens. Ik vind het gewoon raar om te geloven, man. Alles gebeurt met de reden en God heeft altijd een plan in je leven, jongens. Mensen vragen altijd aan mij van, hoe word je bekend of hoe word je groot of iets in wat je doet. Maar blijf gewoon altijd dicht bij jezelf en geloof in jezelf en blijf gewoon uniek. Dat maakt jou, zeg maar. Anders dan de rest. Ga niet kijken naar wat die doet en daarna doen. Dat gaat niet helpen. Wees uniek. Kom met je eigen dingen. Geloof me. Jij gaat vanzelf. En God houdt ook van jou. We zijn gekomen aan het einde van de video. Ik wil jou bedanken. Love dat je hebt gekeken. Love voor alle support die ik krijg natuurlijk, jongens. Big shout out naar jullie allemaal. Vergeet niet claimen en drankensysteem te streamen, jongens. Daarvoor heb ik jullie nodig. Yeah. And I love you guys. I love you. Ik wil jullie allemaal motiveren om dit ook te doen. Op jonge leeftijd, oude leeftijd, maakt niet uit wanneer. Als je maar gewoon je ding doet en je best blijft doen. En geloof in jezelf, thank God. Hier komen wat mooie teksten die ik zelf heel belangrijk vind. En ook een belangrijke rol hebben gespeeld in mijn leven. Laters.